Goedemorgen, ik ben wakker en Awisha ook, die slaapt hier. Hallo. En Foefje is ook wakker. En ik heb hele mooie bloemen gehad van Lovis, tulpen. Ze zijn nog niet open, maar ik vind ze echt heel mooi. Kijk, dit is nu mijn tafelzetting. Ah ja, onze katten houden van ruiken aan bloemen, that's it. Verder doen ze niks. Soms omgooien, zie. Oeh, het stout hoofdje. Zo blij mee. Oh my god. We used to... Oh. We... Nou, damn it. Is die afgelopen? Nee. No. Nee. Foefje roept uit de wc. Zet hem harder. Precies wanneer ik hem uit doe, begint hij. Oh, oh, oh. Hebben jullie de clip wel eens gezien met marsmannetjes en zo? We stole the show. Uh-oh. Yay! Kijk, ik dans ook. Ik heb nu Awisha mijn planner thing laten zien. En the bag. Zoveel leuke kleurtjes en dingetjes. En fun. Papa, waar zijn de bloemetjes? Deze. En Awisha zegt net, zo van als ik daar eenmaal aan begin, dan ben ik er langer mee bezig dan met het plannen zelf. Het doen van de planning zelf. Maar it's so fun. Het is te leuk. Dus ik moet er niet aan beginnen. And there it all starts. Awisha heeft één washi-stukje in haar notitieboekje geplakt. Hoeveel is het? 15? 16, ja. 16. The start. En dit is, ja, dit is mijn boekje. Kijk hoe netjes zij al haar dingetjes. Ja, februari begonnen. Dus. Ik heb Awisha net een paar planner video's laten zien. Yes. Maar ik begreep dus niet waar dit voor was, maar dit plak je erin. Ja, en die kan je er ook weer uithalen. Ja. Of je plakt hem ergens. Dit is toch niet handig om op je bureau te hebben? Dit is toch zo. Nee. Maar zo snap ik het. Nou nu, kijk, als er niks onder staat, oké. Okay, ja, maar ja. Je kan er wel over andere tekst heen doen. Of zelfs op de voorkant, zo van note to do. Ja. Wauw, dit is niet goed. Nu word ik verslaafd. Oh my god, en wat blijkt, Awisha heeft achterin haar eigen planner secret stash met stelletjes en hoe kom je hier aan? Deze zijn wel leuk. Dat is ook van de Hema. Echt? Maar ik ben dus blij dat als dit dan zeg maar weer matcht. Sorry voor de gechipte nagels. Maar dit is dus, als ik mijn to-do list helemaal heb afgewerkt. Mm-hmm. En zelfs in mijn vrije tijd en extra heb gedaan. En in mijn vrije tijd heb gelezen of wat dan ook. Dan mag ik een goud stickertje hebben. Goed gedaan. Go Awisha. En zoals je ziet heeft ze hier super goed gedaan. En roze hartjes zijn ook zeg maar goed. En wat is blauw? Hier heb ik nog geen gradatieverschil in gemaakt. En je hebt die ook heel vaak gebruikt, die Starish. Dit Starish is special occasion. Iets, oh, okay. Zeg maar, oké, okay, dit is Star. Ja. En dit is gewoon random dots, toch? Ja. Ik laat aan Awisha mijn favoriete, mooiste to-do-pagina zien die helemaal perfect is afgewerkt. En kijk wat ik krijg! Jij verdient een sticker. Ik kom net uit de douche, ik kom terug. En Awisha... Kijk, zo ver kan ik dus gaan als je mij loslaat, dat ik zelfs washi tape zo ga knippen. En dit? En dit is een dit is cute. Dus ik heb het opgedaan. Zo cute! Wat zeg je allemaal, Foefje? Leuk shirt. Leuk, hè? Masha is vandaag nationalistisch. Oranje! We hebben wat nieuws ontdekt. Planner stamps. Super fascinerend. Ik heb de ogen. Inmiddels is het een crafty ding geworden. En Awisha is ook bezig voor haar boekje. Zo van dit. Inmiddels hebben we er een arts and crafts middag van gemaakt. En dan komen er hier allemaal verschillende washies. En dit gaat ze in haar boekje doen. Zo van dit. Oké. Kijk wat we hebben gemaakt. Zo cute. Yay. Maar we gingen dus, we dachten misschien iets met paperclips doen. Dus ik kon geen paperclips vinden. Maar ik vond ineens in een laadje iets anders. Oh, wat heb je? Wacht. Ik weet niet hoe ik hier aan kom, maar dit zijn YouTube stickers. Mijn mini heart stickers. Een bloknoot die ik ooit kocht. En dit heb ik een keer bij de Action gekocht. Dit zijn diepvries etiketten. Ik heb geen idee. Ik,
ik heb dit ooit. Oh. Maar ik heb al 40. 7 vellen à 40 etiketten. Dit is. Dit is planner. Dit heb je gewoon gevonden in je huis. We hebben een, ik heb een laadje met oude agenda's en daar staat dit bij. We hebben ook nog hele velletjes van Spider-Man stickers. Ja, dat zijn poepjes stickers. Ja, die heb ik een keertje in Amerika volgens mij gekocht. En die heb ik er toen bijgelegd. You rock. Awesome. Gold star. Kijk, hier, die kan jij dan plakken op je dingen. Kijk, hij wordt helemaal perfect afgemaakt. Ik deed het dus vroeger altijd in mijn agenda's. Dan maakte ik een hoekje achterin. Maar dit... Dit zit zeg maar erop geplakt. Je kan ze ook vastmaken hier aan met gaatjes, maar dat is wat lastiger. Ik denk dat het zonder dit ding mooier was geweest. Maar anders had je die mijn penrandjes erop gehad. Nee, dit is ook leuk. Zo. Perfect. Alisa krijgt een deel van de to-do dingetjes. Oh, ik moet hem net iets kleiner maken. Dan past die perfect. Als u de helft ervan of zo. Maar hij past wel. Oh my god, it's perfect. Wow. En dit is het resultaat. Hoe cute. En dan met een dun to-do list stukje erin. En je kan stickers Die kan je eruit halen en erop plakken. Ja, en dan zo. Oh my god, zo cute. Ik heb mijn week spread gemaakt voor volgende week. Yay. Ik heb hem ingevuld. Dit is de planning voor volgende week. Yeah. Oké, Avisa gaat zo weg. Ze is nog even aan het opmaken. En ik besef me net dat doosje van de koekjes, die, daar ga ik allemaal washi-tapes in doen. En dit soort dingen en zo. Oh my god. Avisa gaat er weer vandoor. Dag Avisa. Thank you. Thank you for vlogging. Thank you for that. Oh ja, mocht je je afvragen wat ik eigenlijk al heb gedaan toen Avisa er niet was, anderhalf dag. Ik heb... Alleen maar zitten coderen en doen en spelen met internet layout dingen en zo. En CSS en HTML en codes en fun. En duizenden dingen die heel cool waren om te vloggen. Heel veel dingen die heel cool waren om te vloggen, echt. Zoals een adelaar. So much. Mensen die gaan bloemen en weet ik veel. Alles. Zoveel dingen van, oh, dit moet ik vloggen. Yeah. Ik heb trouwens mijn to-do list gevonden van way, way back. Dit is van toen ik studeerde. Even kijken, wanneer was dit? Dit is pop. Dit is van SPW nog. Hier, 2007. Kijk, dit is... Oh, dit is nog voor Beauty Gloss. Hier, kijk. Toen deed ik dus dit. Dit was in een boekje. En volgens mij had ik hem van de Vibra of zo. Of, ik weet het niet meer. Of de Zeeman misschien wel. I don't know. In ieder geval, kijk. Die... Zo, kijk. En dan moet je echt de datum invullen. Ugh. Kijk, datum. Wauw. Hier, diploma ontvangen. Waarom is die niet gemarkeerd? Maar ik heb hem wel ontvangen. En hier ging ik verder, 2008. En zo te zien, hier, optellen kostenrijles. Zo te zien, is het... Hier. Oh, wauw. Kijk nou. Allemaal sightingen. Kijk hoe lang ik er toen over deed, hè. Maar toen, dat was ook gewoon, dit waren de artikelen van zeg maar 10 regels. We hebben sushi besteld als avondeten. Mm-hmm. Yummy sushi. Super lekker en ik zit nu vol. En mijn Jo Malone kaars is uit. Klaar. Pomegranate noir. Heel lekker. En ik heb nu een cube van coconut gedaan. Die hebben we in Amerika gekocht ooit. Mas sister. Hi Mas. En kijk wat ik van hem krijg. Get well super puntjes van de cheesecake. Hoe heet het ook weer? Cheesecake Company. Cheesecake Company. Dit schijnt heel nieuw, lekker, geweldig te zijn in Den Haag. Wauw. Pick a piece. Welke zou je nemen? Ik laat net Mas... De Walibi beelden zien. De vlog. Yeah. Mas is net weg en ik wil even wax hier uithalen. Laatste beetje. Ik heb het wel eens vaker laten zien, maar ik krijg nog wel eens een vraag. Dus ik ga het laten zien hoe ik dat doe. Hier doe je heet kraanwater in. Zo. En dan zet je die erin. En dit laat je even staan. En door die warmte laat die zijkant van die wax los. En dan kan je het zo met de lepel eruit halen. Kijk, een paar minuutjes later... En dan kan je nu zo, hop, zo in één klap dat eruit halen. Tadaa, en dan even goed met het keukendoekje
Wat ga je nou doen? En alles reinigen. De bakster uithalen. Wat ga je daarmee doen? Dit gooi ik weg. Kunnen we dat niet weer aansteken? Ja, hè? Dus dat kan ik denken in het brandertje doen. Het ruikt wel lekker. Dan gaan we nu eventjes dat oude wax uit het brandertje halen. Dit is een ander brandertje. Dit ruikt niet meer. En dat doe ik door eventjes dit aan te zetten. Gewoon echt 1 minuutje. En dan wordt de buitenkant vloeibaar. Dan kan je dit er zo uithalen. Dan doe ik dat andere hierin. Kijk, deze gaat er nu uit. Die ruikt naar niks meer. Dit maakt niet zoveel uit. Ruikt toch naar niks meer. Dan ga ik die Jo Malone ga ik hierin doen. Zo, dan moet dit nu smelten. En dan rijken we de kaars nog, hopelijk. En deze ondertussen even schoonmaken en weer goed reinigen. En dan heb ik een mooi dingetje. Ik heb hem helemaal gereinigd en gedaan. En tip, gebruik Glassex. Dan zie je mooi extra glans. Dus eerst met afwasmiddel en zo droog maken en dan met Glassex eroverheen poetsen. Dankjewel, Foefje. Gooi het even. En dan deze hoort erbij. Nu heb ik een mooi glaasje om iets in te doen. Ik weet nog niet wat ik ga doen. Hallo, hallo. What are you doing? Camera. Zo. Tadaa, met het deksel. Wauw, trouwens mijn nagels. Wauw, just wauw. Het was soort van de bedoeling dat dit voor 1 avond was. Dit staat trouwens op de cheesecake doos. Nou. We hadden dus net met z'n drietjes een Oreo cheesecake op. En ik ga nu sinaas. Oh. Is die lekker? Bosbes foef? Blueberry. Blueberry foef? Mm-hmm. En dit ook, die druipje erin? Yup. Er zit druipspul op. Hij ruikt. De kaars. Ja. Of de kaars die ik nu als soort van... Kaars. Als soort van tart heb gebruikt, ja. Yay. Van, dit is trouwens een boek die Mas heeft meegenomen. Die ik moet lezen volgens hem. Mag ik lenen? 0 to 1 van Peter Thiel. Real quick. Ja. Ik ben iets aan het lezen of je is aan het strijken. Ondertussen we kijken de Bob Marley docu. Die wij hebben gezien. Nee, dit is een andere. Oh. We hebben deze toch ook gezien al? Ja, weet ik niet. We hebben meerdere Bob Marley docu's gezien in ieder geval. En wij zijn in Bob Marley's huis geweest. In Jamaica. Wat hè? We hebben ook een documentaire gezien van Bob Marley. Daar hebben we er ook een gezien. Wij hebben best veel dingen voor Bob Marley gezien, maar het is echt awesome. Zijn huis is ook echt de moeite waard. Als iemand naar Jamaica gaat, ga daarheen. Wij gaan slapen, welterusten, bedankt voor het kijken, doei. Een beetje het programma van vandaag. We hebben gisteren ook zoveel gedaan, dus er is gewoon niks meer te doen. Die kan voor ons. We zijn gewoon klaar. Alles gehad.